daar is afgeven, hè? Daar is afgeven, wil ik. Goed, op de tweede plaats met de 22 punten in de eindklassering, Luc van Hendenhoven. En met 14 punten. En na dus 5 proeven te hebben gewonnen, 8 proeven te hebben gewonnen, eindlaureaat bij de Masters, Harry van den Broek. Tussen Paul van Riel en Werner Vertessen. Dan op de tweede plaats met de 24 punten, Dirk Vermeijeren. En op de eerste plaats met 18 punten, Dirk Mertes. Overhandiging van de bloemen door Jeff Konings. Dat is een schepen van sport. Dan op de tweede plaats met 33 punten krijgen we Wendy Loots. En Wendy krijgt de bloemen van Jan Bon. En de kussen uiteraard van zijn schepen van financiën. En op de eerste plaats, dus in die allerlaatste proef, heeft ze dan toch toegeslagen. Er heeft met 29 punten de eindstand naar haar getrokken. Eerste plaats voor Anne de Valkenheer. En de bloemen en de champagne worden uitgereikt door Paul Vermeijeren, ook deelnemer, maar ook sponsor van deze achtkamp. Lander Dirke. Met de jeugd erbij. Papa heeft de bloemen gegeven. Met 64 punten op de tweede plaats, Stefan van Aalst. Maar hij deed toch 10 puntjes minder, dus met 54 punten. Eindlaureaat van deze 63e uitgave van de achtkamp van Brasschaat, winnaar bij de senioren, Wouter van der Maas. Zwaarder dingen, hè. En uiteraard ook die teruggeven vanuit Hawaii, dat was ook op de laatste meter bij de eerste proef, hè? Ja, inderdaad. En ik ben nu op terugkijk. Het is eigenlijk al heel lang geleden precies, maar ik ben toch heel blij dat ik toen op tijd ben. Oké, Wouter van der Maas, winnaar bij onze senioren!